Bij de houthandel was ik, en had ik het over sneldrogende houtrot vullen, dat ik eigenlijk niet zo content ermee ben. Ik heb mijn twijfels erover, over dat materiaal en of dat allemaal wel goed blijft in de toekomst. Dus ik heb daar zo mijn twijfels over. Ik heb wel eens proefjes gedaan, maar toen bij die houthandel zei iemand, joh, je hebt ook... Want ik zocht eigenlijk iets, want als ik ramen aan het repareren ben in de praktijk, dan wil ik niet dat daar klem op zit en dat raam moet open blijven staan en de andere dag moet je terugkomen om het af te maken. Dus dat is, ja, dat is geen goede oplossing. Dus ik zocht iets wat snel drogend was, zoals een snel drogende houtrot vullen, en dan kan je dat raam even lijmen, even een klemmetje erop, 20 minuten later kan je doorgaan. En dan kan je dat afmaken met houtrotvuller en dan doe je er eventueel een plakbandje overheen dat dat raam weer dicht kan. Dus maar dan dat kan die dicht. Dan kan dat klaar. Dus dat is een ding wat wel eens voorkomt. En toen had ik het daar dus over en die zegt, joh, je hebt ook een soort secondenlijm. En secondenlijm heb ik ook geen goede ervaringen mee, want ik heb wel eens aluminium profieltjes willen lijmen op glas. En met gewoon van die hele kleine tubetjes van secondenlijm, maar dat lukte mooi niet hoor. Misschien dat ze er tegenwoordig wat sterker zijn of verbeterd. Dat is alweer een aantal jaar geleden natuurlijk en de ontwikkeling gaat door. Dus, maar om een verhaal kort te maken. Bison heeft een vrij grote flacon in verhouding secondenlijm. Bison Bond heet het. Bison. Op zijn Engels. Bison. En nou moet je natuurlijk oppassen. Dat is overbodig om te melden. Dat je dat niet in je ogen krijgt. Niet op je vingers. Dan krijg je het niet meer af. En dat was ik wel van plan. Ik denk dat lijkt me leuk om met zo'n handje rond te lopen. Dus grote uitroeptekens. Doe dit niet. Doe dat wel. Loop naar de dokter als hij in problemen raakt. Ja. Nou, dat wisten we allemaal al lang. Dus dat hoef ik niet de aandacht op te vestigen. En nou had ik vanmorgen een probleempje. En dan dacht ik, hé, daar kan ik dat wel voor gebruiken. Ik had tegeltjes gezet. En één zo'n tegeltje had ik erin gelegd, maar niet vastgelijmd. Dus ik kom de andere dag terug en denk, verdomme, dan ligt dat ene tegeltje nog los. En ik moet doorgaan met voegen. En dan moet het tegeltje wel vast liggen. Denk, Bison contactlijm, Bison Bond. Ik denk, dat ga ik proberen. Dat heb ik gedaan. Ik kwam gelijk een beetje in de problemen, want ik had het eerste stukje, het waren twee stukjes die tegen elkaar moesten. Het eerste stukje had ik neergelegd, de smalle. En toen zat die vast en toen kwam die grote en die paste er niet meer in. Dus dat zat niet goed. Daar moet je natuurlijk voor opletten. Ja, dus begin dan maar met het grote stuk. Maar dat grote stuk, dat had ik geleerd van het kleine stukje. Ik denk, dat ga ik niet helemaal bespuiten. Dit is de spuitbus. Dat is niet de lijm, maar dat is de reactor voor de lijm. Dus je krijgt voor 22 euro zo'n busje met lijm. Kijk, als je er problemen mee kan oplossen, is 22 euro niet duur. Ik bedoel, wil je echt constructielijmen met een hele bus voor? Maar dan heb je weer andere nadelen. Goed, dus je spuit met dit busje over de oppervlakte. Je doet op de andere deel puut, een paar van die dingetjes of een beetje zo. En je plakt het op elkaar en het zit. Dat is, dat stukje tegel dat lag echt goed en het was op hout. Dus tegel op hout. Nou is dat niet een constructie waar de hele wereld aan hangt, dus daar ben ik wel... Wel goed mee. Maar ik denk, ik ga eens wat proefjes doen. En ik heb hier wat nog oude tegels. Van de badkamer van mevrouw Timmertip heb ik toen gedaan. Toen. Allemaal gekleurde tegels en een rand zwart. Prachtig mooi. Ik zal er wel een fotootje bij voegen. Maar ik ben geen tegelzetter, dus ik vond dat ik het veel te lang duurde en dat ik dat helemaal niet handig deed, want ja, ik ben geen tegelzetter. Maar al die kleuren moesten wel uitgezocht worden en dat had je aan
Mevrouw Timmertip die is kunstenaar, dus die had je daar een goeie aan. Ik kreeg stapeltjes hoe ze achter elkaar moesten en uitgezocht. Ja, dat was een heel project. Maar ik heb hier, nou de onderkant heb ik geprobeerd, dus dat ging. En nou denk ik, als die twee gladde stukken, als die nou eens aan elkaar lijm. En dan laat ik het verspringen, dat ik er straks op kan slaan. Straks is straks, dus dan hoef ik niet te wachten tot morgen. Dat is prachtig. Dus ik denk dat ik hier, huppakee, een spuitbus. Dan even hier, hup. En dan hier. De stinkt naar aceton of ja. Hier een druppeltje, hier een druppeltje. Het hoeft niet helemaal. Dus het moet huppakee zijn. Huppakee. Ik kan het bewegen. Hoe lang gaat dat duren? Oh. Ja, dan gaat hij vast. Secondenlijm. Nou, het is iets meer dan een seconde, hè? Maar hij zit nou vast. Ta-da-da-da. De tegel op elkaar gelijmd. Ik laat nog even liggen. Ik ga even door met geverfd hout. Ga ik het ook doen. Nou, moet hij doen. Zit vast. Laten we even liggen. Gaat hij ook doen. Ik begin met de lijm. Druppeltje, druppeltje. Huppakee. Want ik denk dat de spray iets sneller droogt. Vooral op zo'n houtstructuur. En ik leg het erop. 21, 22, 23, 24. Nog niet vast. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vast. Het is nu, nou, ruim 24 graden. Dus dat scheelt ook. In de winter zal het misschien iets langer duren. Ja, die bus is dicht. Ja, ik draai dat liever dicht. Even kijken. Nou heb ik hier een stukje ruwhout. Want je moet wel een glad oppervlakte hebben. Maar stel dat ik nou ruwhout heb. Ruwhout. Eerst de lijm en dan de spray. Over de hele oppervlakte. Zo. Zo. Nou moet hij vastzitten. Dat doet hij. Dus je moet wel even een aantal seconden doen. Neem maar 20 seconden. Dat is om een ruw oppervlakt. Gaan we er straks even met de hamer op slaan. Dit busje zit dicht, zie je? Dit ook. Ja. Ja. Nou. Nu heb ik drie dingen. Dan begin ik even bij de tegels. Als je trekt, komt hij eraf. Toen had ik dit. Als ik trek, komt het eraf. En dan neem ik dit. Dit lijkt steviger. Even kijken, hoe doen we dat? Hamer. Je meer moeite voor doen. Dus dat is wel. Ik zie zelfs resten van het hout van deze kant zie ik hier op zitten.
Kijk, en ik heb toen een druppel hier gedaan en een druppel daar. Dus dat is wel iets gunstigs. Nou, hebben we ruwhout. Ja, man. Maar dat is ook ruwhout. Dat bedoelen ze, willen vlakhout hebben. Dus, en dat laat wel stukjes hout achter. Dus dat heeft toch wel leuk gelijmd. Nou, dat vind ik in een situatie zoals van een raam repareren. En ik moet eventjes twee stukken aan elkaar hebben. Bijvoorbeeld zo. En ik wil dit opvullen. Dan kan ik dat even lijmen, 20 seconden. En dan kan ik doorgaan met de rest. Dus het is even om het vast te houden. Het is geen constructieve lijm, maar om het even als een handje vast te houden gaat. Ja, dus het is verschillend aan die hele gladde oppervlakte van steen. Je kan het ook omdraaien een keer. Je kan het ook zo doen. Dat is, ja. Plak dat nog. Nog even, niet helemaal. Even kijken, stel dat ik dat nou eens zo doe. Daar ben ik toch ook benieuwd naar. Ik doe druppels. Druppel hier, druppel daar, druppel daar. Ik geloof dat dat wel gunstiger is dan spreiden. Dat doen we hier. Zo. Huppakee. Oh, even het gaatje voor. Trekt natuurlijk enorm in. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 20 seconden. Doet geen jota. Nog even. Doet nog steeds niks. Dus, mijn conclusie is dat die spray te veel in dat poreuze materiaal gaat zitten. Want ik denk, ik heb hier lijm. Als ik dat nou op hout doe. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... De lucht van deze spray zit nu in mijn neus. Dat begint onaangenaam te worden als je ermee bezig bent. En dat lijmt. Zie je, dat lijmt. Dus hout is niet te poreus. Maar dit, ja, het heeft ook geen gladde structuur. Dus zijn twee dingen die eigenlijk niet kunnen. Dus dat is, en dit is nog steeds nat. Dat is die lijm. Ja. Ja, en breken doet het wel. Maar om even te hechten, prima spul. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Dus je moet even kijken waar je het voor nodig hebt. En wat daar de bedoeling van is. Ik hou hem wel in mijn auto. Dat voor het geval dat ik een probleempje heb, dat ik toch bisonbond heb. Of bisonbond. Ja. En dan zit er een elastiekje erbij, dat die twee flesjes, nou dat vind ik nou niet handig. Dit moeten ze natuurlijk regelen. Die twee, die komen bij elkaar en dan moet je met een elastiekje moet je dat bij elkaar houden. Ik zou een oproep doen aan Bison, denk er eens over na.